De COVID-19-vaccinatiecampagne in het district Marowijnen is een feit. Vandaag heeft vicepresident Ronnie Brunswijk zijn eerste vaccinatieprikje gehad. En dit is naar voor een gemeenschap dat hij, als hij niet meer gaat vaccineren, dat hij doet dat hij doet. Nee, ik ben vicepresident en de leider van de boeskondesman, ik ga vaccineren voor zie dat hij hoe heeft dat ik een vaccinatie ga zetten. Ja? En met de enkele problemen zijn er. Dus man bribi. Dus dat trang is aan bribi naar toeverschillen zijn. Dat is man bribi dat hij aan corona kan kiezen. Dat hij aan boos wordt dat moest komen. En dat daarmee zijn we bezig. Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijnen Zuidwest was de tweede in lijn die werd gevaccineerd. Als je die mensen wil mobiliseren, je wil ze stimuleren om gevaccineerd te worden, dan moet je toch wel een voorbeeld geven dat die mensen kunnen zeggen van ze kunnen naar je opkijken en zeggen van kijk, zelfs de DC is gevaccineerd en er is niets met haar gebeurd, dus dan zullen ze je opvolgen. Het ABOP DNA-lid Genevieve Jordan liet zich ook vaccineren. Wat ik aan de gemeenschap wil meegeven is dat, neem dat spuitje niet in twijfel. Het is voor je eigen bestwil. Ik heb het gedaan omdat ik volksvertegenwoordiger ben. Ik moet het juiste voorbeeld geven. En ik heb het genomen en ik voel me goed, fit. Ik ga nu naar huis. Dus Suriname, in het bijzonder de gemeenschap van Marowijnen. Laat je vaccineren, bescherm jezelf en je naasten, want COVID is geen grap. De minister van Volksgezondheid is ingenomen met deze vaccinatiecampagne. Alle illusies en wilde verhalen rond het vaccin verwerpt de gezondheidsminister. Hij verwijst naar de landen waar de vaccinatiecampagnes hebben gewerkt. Maar ook, het is heel belangrijk voor hier, dat is zijn geboorteplaats. En hij wil ieder hiermee het signaal geven. Dat, en hij heeft het ook beaamd dat men hier in het gebied minder bewust is, of althans heel sceptisch is tegenover het vaccin. Maar hij heeft het aangegeven, hij heeft het aanzet gegeven. Hij heeft zich laten vaccineren, het is vastgelegd, overtuigend. Ook de districtscommissaris, maar ook een parlementariër, zeker van het gebied. Dus ik denk dat het gebied nu, je ziet de mensen staan al in de rij. Ik vind dat heel goed. We gaan de arts hier vaker vragen hoe het loopt. En de vicepresident heeft ook aangegeven dat hij zelf hier in het gebied de mensen gaat mobiliseren. Het is een heel goed signaal en het is ook een signaal naar de overige delen van het gebied, van het land, om te gaan vaccineren. Want preventie is belangrijk, Mohana, mondmaskers op handen wassen en afstand houden. Maar een duurzamere bescherming, dat zijn tijdelijke beschermingsmaatregelen. Een duurzame bescherming, dat kan je alleen middels een langdurige opbouw van je eigen immuniteit door vaccineren. Dus vaccinatie is belangrijk.